De Prinsentuin, ook wel de Prinsenhoftuin genoemd, is een renaissance tuin uit 1626, in opdracht van stadhouder Willem Frederik en zijn vrouw Albertine Agnes aangelegd. In de muur boven de toegangspoort bevindt zich een zonnewijzer uit 1731. Behalve het genieten van de bloemenpracht leent de tuin zich ook prima voor het maken van kleurrijke foto's. In een van de perken zijn buxushagen geplant in de vorm van de letters W en A, de beginletters van Willem en Albertine, de oprichters van de tuin. Bedankt voor het kijken en graag tot een volgende keer.